wat een lekkere tune, hè? Hey, yeah. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Klasse! Klasse, de podcast over onderwijs en dit gewoon ook alles wat erbij kon kijken en dergelijke. We zijn nog steeds met Mahomi, Marv, Leslie, Shirley, welkom nog steeds. Fijn dat jullie er nog steeds zijn. Ja, we hebben het nog niet over onderwijs gehad. Wel, we hebben jullie schoolcarrière al een beetje besproken, toch? Ja, dat was niet best. Met de mijne wel, hoor. Nou, best oké. Ja. Best oké. Je bent er goed aan begonnen. Ja. Nou, je hebt toch een diploma. Jullie hebben allebei een diploma gehaald. Ja. Ja, nou, hier. Dus dat is in ieder geval iets, toch? Precies. Mijn vader is altijd iets is beter dan niets. Waar gaan we het over hebben? Ik wil het even hebben over jullie in dit geval. En ook over een voorbeeld voor de jeugd. Want toen ik ging vertellen aan leerlingen van... ja, ik heb twee influencers, twee mensen van X on the Beach. En dan wist ik, ja, wie is het, wie is het? Nou, ze kennen jullie natuurlijk allemaal. De meeste van jullie volgen jullie ook allemaal. Zijn ja, dat is wel leuk. Zijn jullie een voorbeeld voor de jeugd? Ah, dat hoop ik niet. Maar dat krijgen we wel vaak in onze DM. Maar dat vind ik nou niet echt een hele goede zaak. We worden wel als voorbeeld gezien, zeg maar. En we worden misschien als voorbeeld gebruikt. Maar het is niet dat ik mezelf een voorbeeld vind. Want dan had ik me anders gedragen, denk ik wel. Ja, want dus het is een beetje dubbel. Je wordt automatisch een voorbeeld omdat je dan veel volgers hebt, zeg maar. Dus mensen gaan automatisch dingen nemen ze van je aan en zo. Maar ja, ik kies er niet voor om die mensen een voorbeeld te geven. Nee. Ik vind eigenlijk altijd nog steeds dat zeg maar aan een persoon zelf is of aan de ouders. En niet aan mij om een voorbeeld te geven. Ja, precies. Maar ze vinden jullie dus wel een voorbeeld. Best wel veel mensen kijken tegen jullie. Beseffen jullie dat? Staan jullie wel eens bij stil dat mensen tegen jullie opkijken? Of jaloers zijn? Ja, vind ik gek. Ja? Ja, ik vind heel dat raar. Ook een beetje raar. Waarom is dat maar nee, ja, ik snap het wel, want als je even terugdenkt, als jij 14 was of zo, of 15, en je ziet die mensen, dan denk je toch ook van, oh, best cool. Ja. Toch? Ja. Ja. Maar dat is, ik weet niet, ik vind dat nog steeds gek, omdat ik mezelf, ik, snap je? Ik ben mezelf gewoon, ik ken mezelf. Ja, nee, maar niet dat andere mensen niet hunzelf zijn, maar, ja. Je gedraagt je niet anders. Nee. Sinds jij wat bekender bent geworden. Nee, dat vind ik niet, nee. Nee. Is dat voor jou, Shirley? Oh nee hoor, dat is hetzelfde. Ja, je draagt je gewoon precies nog hetzelfde. Ja, als, zeker. Ja, want beseffen jullie wel dan dat jullie een voorbeeld zijn? Nou ja, ik krijg het elke dag bijna in mijn DM, dus daardoor... Wat versturen ze dan naar je? Nou, een leerling mensen... of zo, of van mensen die... Ja, dan zeggen ze gewoon van, ja, ik wil later ook zo worden als jou, of ik vind het zo knap hoe jij dat doet, zo wil ik ook zijn. Ja, dat is heftig. Ja. En waarom is dat heftig? Nou ja, ik krijg dan bijvoorbeeld wel eens meiden en die zeggen dan van... Ja, ik durfde eigenlijk niet met heel veel jongens naar bed, maar ja, jij doet dat ook, dus nu durf ik het ook. Ja, dat en is dan, niet goed. Nee. Ja, kijk, dat zeg je meteen als ze dat handen. Willen, moeten ze dat doen. Alleen, ik denk dan van, maar doen ze dat dan omdat ik het doe en omdat ze mij stoer vinden? Of doen ze dat omdat ze dat zelf echt graag willen doen? En dat vind ik altijd een beetje een ding, dat ik denk van, oké, meid, weet je wel waar je mee bezig bent? Heb je er wel over nagedacht, weet zeg je wel? Zeg je dat dan ook, of niet? Ja. Negeren. Ik zeg, het ligt er ook een beetje aan. Kijk, als er een meisje van 16 naar me toe komt, zeg ik wel van, joh, kijk je wel een beetje uit? Maar ja, kijk, soms komt er een meid van 22 naar me toe, dan denk ik, ja, die meid is 22, die kan echt wel zelf nadenken, zeg ik, lekker bezig. En dan denk ik, ja, ik laat haar ook maar. Ja. Dus het ligt er wel een beetje aan. Dus eigenlijk staan jullie er niet zozeer bij stil, maar het gebeurt dus wel. Ja. Ja. En nu je het weet, ga je dan ook anders gedragen? Nee. Nee. En waarom dan niet? Nou, ik heb er niet om gevraagd om een rolmodel te zijn. Ik heb ook... Ja, ik vind het een beetje gek als je iemand van Ex on the Beach gaat zien als een voorbeeld. Ik vind eerder dat je daarnaar moet kijken dat je denkt van nou, zo hoort het niet. Ja. 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 Maar toch zien ze het zo. En ja, maar dat was dan... Nou, ik heb toch gezegd dat ik ben gaan kijken door mijn leerlingen. En wij hebben het er best over gehad. Dan denk ik van ja, maar dit is niet hoe het hoort. Ja. Dit is niet hoe het werkt. Het en over niet wat, zo voor, van... wat voor iets ging dat dan bijvoorbeeld? Over dat Leslie bezoek had. Dat daarbij houden, zeg maar. Ja, maar hoezo is dat niet hoe het hoort? Want het is wel wat er gebeurt ook. Kijk, het is wel, zeg maar, reality TV. En het is wel, die dingen gebeuren in het echte leven ook. En wel vaak nog erger dan dat op Ex on the Beach te zien is. Ja, ik denk dat het hoort is dan misschien niet het goede woord. Maar ik praat heel erg vanuit mezelf. Ik zou zelf zo'n keuze nooit maken. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, precies. En... ik weet niet of dat heel vaak gebeurt dit ook. Dit zijn keuzes die mensen op dat moment maken. Ja. Ja, en waar denk je dan? Ik weet niet waar jullie het over hebben.
Hij heeft geen idee. Nee, zij heeft een kwartet gehad op de televisie. Ja. 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 Hilarisch. Nou, dat was best wel leuk hoor. Nou. Ja. Ja, het was bijzonder. Ja, maar ik... Nee, maar er zijn toch ook heel veel mensen die gewoon een kwartet hebben, swingersparty gaan of... Snap je? Dat is niet iets... Kijk, iets geks, toch? Je hoeft jezelf niet te verdedigen, hoeft niet. Dat heb ik net geleerd, moet je niet doen. Nee, is goed. Ook al ga ik naar de camping. Nee, maar dat ja... Kijk, waar ik het over hadden is dat het vrij simpel ging. Maar ik zeg, het is ook televisie. Wij krijgen niet alles mee wat daar gezegd wordt. Ja. En het is niet zo dat als een jongen tegen jou zegt van, joh, ga je mee? Of een meisje zegt, joh, ga je mee? Dat je meteen dan, hè? Nee, daar gaat wel eerst dat aan vooraf natuurlijk. Nee, maar ik weet niet of die kinderen dat kunnen scheiden op die manier. Die denken van, wij kunnen denken, hé, zit de productie, een maatschappij achter, het wordt opgenomen, wordt geknipt. Maar die kinderen denken denk ik niet zo. Ik vind vooral de fout van de productie hoor. Ja, productie wil gewoon geld verdienen. Ja, het interesseert hun niet wat die kinderen daarmee gaan doen. Dat heb ik al eerder gezegd. Ja, ja, nee, die deelnemers doen wat ze doen. Maar ik bedoel, waar wordt het uitgezonden bij MTV toch? Ja. MTV kiest ervoor om dat zo te monteren en uit te zenden. Ja, precies. Ja. Ja, maar ik vind het dan wel, ja, hoe komt dan zo'n rolmodel tot stand? Jullie vragen er niet om, het is niet zo dat je moet zeggen, kijk naar mij, ik ben een rolmodel. Maar toch kijken mensen tegen je op en toch doen mensen dat. Dat is bij ons eigenlijk ook, hè. Wij hebben ook een voorbeeldfunctie, een rolmodelfunctie. Want Marv, er zijn ook mensen die tegen kinderen die opkijken tegen jou. Ja, maar in denk ik dat onze docentenrol iets anders is, toch? Ja, nee, true. Inderdaad een opvoedende rol, maar ik kijk ook naar mijn... Naar mijn tweede pet. Ik ben langer maak ik muziek dan dat ik docent ben. En ik vind niet dat ik daar een verantwoordelijkheid in draag. Hoor. Nee, precies. Maar toch kijken mensen tegen je op en nemen dingen van je over misschien wel. En dat geldt natuurlijk voor jullie ook. En je vraagt er niet om. En dat vind ik gewoon interessant. Hoe dat ze op die manier werkt. Ja, ik weet ook niet hoe dat werkt. Maar ik vind sowieso dat het gewoon bij de ouders ligt. Kijk, vroeger was het ook dat, dan in mijn tijd had je dan bijvoorbeeld Ali B en zo. En die stond dan helemaal rampaneer op de vloer en zo. En dan noemde die 4, 5 chickies namen, zeg maar. En dan zei mijn vader ook van, nou, dat is een beetje een gekkerd. Weet je wel, ja. Dat is uitgekomen, ja. Toen ook. Nee, maar snap je, dan zeiden mijn ouders bijvoorbeeld wel van, oh, wat die doet op televisie een beetje gek. Of Shin Shen of zo, weet je, die deed dan de blote billen boogie. En dan zei mijn moeder altijd van, nou, dat moet je niet doen. Dat is heel raar wat dat jongetje op de televisie doet. Want jij deed het ook. Nee, natuurlijk niet. Maar dat zei ze al bij voorbaat. Dus ik denk dat de ouders daar wel gewoon de grootste rol in hebben. Ja, dus en kinderen zullen niet altijd luisteren, maar... Nee, want dan even over rommel, ik blijf een klein beetje langer. Over jullie uiterlijk bijvoorbeeld. Ja. Wat je tegenwoordig ziet is natuurlijk de Instagram-foto's. Die worden bewerkt, filtertjes en noem maar op en dergelijke. Nou, Shirley, jij hebt zelf wat ingrepen laten doen en dergelijke. Ja, daar praat je ook gewoon over. Dat is ook allemaal prima. Ja, ik heb er niet voor niks pijn voor gehad. Ja, heb je zoveel pijn gehad? Nou ja, als je titel open laat snijden, dan voel je er wel. Ja, dan ben je onder narcose toch? Ja, maar je wordt daar nou ook weer wakker. Heel mijn spieren waren door midden gesneden, want ik heb het ertussen. Ja. Dus dat doet wel even zeer, ja. Ja, en je hebt ook laatst een blunder, toch? Ja, nog. Nog. Ja. Kan je er iets over vertellen? Nou, ik was dus bij de tandarts geweest en die tandarts had tegen mij gezegd dat ik zo erg in mijn slaap aan een tandenknarsje ben, dat mijn kiezen helemaal afgevlakt zijn daardoor, zeg maar. Dus die zei, wat jij moet doen, is opslapen met een bitje, maar dat vind ik niks, want die gaat stinken en dat vind ik vies. Dus dan kan je ook botox in je kaak laten doen, dan ga je niet meer knarsen dus. Dus dat heb ik gedaan, maar als ze een klein beetje misspuiten of te veel spuiten, of weet ik veel, als ze het in ieder geval verkeerd doen, dan kan je dus niet meer lachen. En nu kan ik mijn mond, nu is het alweer een klein beetje bijgetrokken, maar eerst als ik gewoon breed uit probeerde te lachen, zag je maar 2 voortanden alleen. En als je nu lacht, dan... Ja, niet zo veel, nog steeds niet. Nee, dat is wel anders. Ja. Het gaat gewoon niet. Je lacht een beetje zo als zo'n... Zo... Een beetje boeiend. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Nee, maar snap wat ik bedoel, toch? Ja, maar mensen kijken mij... Nu valt het weer mee, maar toen het echt zo erg was, keek iedereen me ook echt heel raar aan. Hè? Want ik was echt hard aan het lachen en dan had ik zo'n klein mondje wat maar open kon, zeg maar. Want het ging niet verder. Ja, dan maar gewoon duckface. Ja, beter. Ja. Ja. Maar heb jij iets laten doen, les? Of doe jij nee, ik heb mijn nagels dan en extensions, wimper extensions, maar that's it. Voor de rest puur natuur? Ja. Ja. En waarom niet iets anders? Ja, ik weet niet. Het is niet dat ik het per se lelijk vind, maar ik vind mezelf eigenlijk gewoon knap. Ja. En dan denk ik, moet ik dan zeg maar mezelf
ik weet niet. Ik denk gewoon niet dat ik er mooier van word of zo. Nou, het is wel goed dat je jezelf knap vindt. Ja. Er zijn niet zoveel mensen die dat vinden. Nee, en het is niet dat ik er tegen ben. Want als ik iets echt lelijk zou vinden, of ik zou echt maar een heel raar klein bovenlipje hebben, of ik zou echt helemaal onder de rimpels zitten, zou ik het doen hoor. Maar ik vind dat nu nog niet nodig. Nee. Maar heb jij het wel eens overwogen, botox? Nee man, bro. Nee? Nee joh. Waarom niet? Nee joh. Nee joh, ik word grijs, ik ben gewoon oud zoals ik ben. Het is cool man. Ja, ik weet niet. Misschien als je zo'n fronsrimpel hebt of dergelijke. Nee, man, nee. Mannen doen het ook. Nee, man. Ik denk toch wel dat als ik zeg maar dadelijk een jaartje of 30 ben, dat het bij mij ook wel gaat gebeuren hoor. Ja? Nog een keer? Ja. 30? Nou, op. Dit is normaal hoor. 30, dan ben je... Nee, maar dan begin je... 30. Sorry. Nee, maar dan begin je echt zeg maar gewoon echt die kraaienpoten te krijgen. Ja, dan ben je er wel heel vroeg bij hoor, op je 30ste. Ja, nee. Nee, want je moet het voor zijn. Want als je die rimpels zo hebt, dan krijg je ze niet meer weg. Ja, nee, dan is het, dat is wel echt zo. Dat is echt zo. 30 ben je nog super jong. Nou, dat vind ik jong. Ja, maar er zijn ook meiden die het doen als ze net 19 zijn, hè? Ja, maar die zijn ook die zijn nog jonger. Ja. Ja. Die zijn te jong. Ik zei, ja, ik, mijn mening is dat zo'n arts is een arts of niet? Ja. Een arts die dat doet, moet het eigenlijk niet doen. Er moet een bepaalde leeftijd voor zijn. Dat is mijn mening, hè? Dat is toch ook 18? Ja, 18? Ja, maar ik vind dat het hoog. Ik zou iets van 25, 30 doen. Nee, maar dat ja, is waar. Maar dat ben je al verlept voordat je eraan mag beginnen. Helemaal. Wat zou je zeggen als ze tegen jou zeggen, je mag alleen een biertje bestellen als je 30 bent? Dat is toch raar? Het is gewoon 18, ben je volwassen, mag je alles zelf beslissen. Biertje en botox niet met elkaar. Nee, ik vind een biertje erger dan botox. Ja, daar zijn er meningen over verdeeld. Ja, dat weet ik. En hier gaan we meteen aanlopen vallen, zie je dat? Hoor je dat? Maar het is toch wel toch een soort van geaccepteerd, toch? Jawel, jawel. Maar gelukkig is mijn persoonlijke mening, hè? Ja. Als jullie doen, dan vind ik hartstikke leuk en hartstikke prima voor jullie. Maar ik zelf moet daar niet aan denken. En ik vind het niet erg. Misschien komt ooit die tijd, denk ik niet. Maar... En ik heb rimpels en dergelijke. Mm-hmm. En die lachen. Ja, en kraaipotjes. Maar wij zijn ook tatted up als een mannen, hè? Dat is toch ook al een dingetje? Ja. Snap je? Dus, ja. Ja, wij hebben kinderen. Uh-huh. En dan kan dat niet of zo? Nee, ik bedoel dat je daar dan ook... Dat doet ook vaak iets met je uiterlijk. Als je bijvoorbeeld slecht slaapt of iets dergelijks. Oh, dat je vermoeid bent. Ons werk nodigt ook wel uit tot vermoeidheid en dergelijke. Dat soort dingetjes. Maar ja, ik heb te veel vrienden. Maar hetzelfde als ik... You looking good, man. 39? Ja, tuurlijk. Ja, dat is 28, zeker. Daar doe ik het voor, man. Ja, man, zeker. Lief, zeg. Ja, man. Ja, toch? Ja, mooi boykie. Nou. Jawel. Nee, joh. Ja, maar, ik wil graag met jou uit een... Wat ga je nu zeggen? Oké. Pas. Wat wil je zeggen, man? Nee, helemaal niks. Ik kijk aan de kant op. Sorry, Michelle. Zo. Ik vind het heel bijzonder. Ja, mij ook. Wow. Het overvalt me. Het is gewoon mijn liefde voor elkaar. Maar ja, terugkomen op die rolmodellen en botox en al die dingen... Ja. De jeugd kijkt daar dus ook naar. En wat ik merk, ik geef gezondheidszorg en welzijn, dus ik heb ook heel veel meiden in de klas en dergelijke. Dat die ook dus naar die plaatjes gaan kijken en dat ze ook zichzelf dus zo zien. Ja. En als ze dan bijvoorbeeld naar jullie kijken, dat ze ook op jullie willen lijken. Nogmaals, daar kunnen jullie dan niks aan doen. Maar ik vind het wel soms zorgwekkend dat social media niet altijd is zoals het echt is. Ja, maar dat vind ik dan dus gewoon dom als mensen daarin geloven. Want het is gewoon algemeen bekend dat foto's bewerkt worden, dat FaceApp bestaat, dat er filters zijn. En als er dan meiden daarnaar zitten te kijken en denken van, oh, zij ziet er echt zo uit. Als ze dat echt denken, dan vind ik ze gewoon niet echt een hoogvlieger. Nee. Nee, ja. Dus ook daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, maar dat is toch zo? Nee, maar als jij Dat heb je er echt gemeen gezegd, hè? Als jij 14, 15 jaar bent, dan ben je natuurlijk super onzeker. Jij was vroeger ook onzeker, net als al die andere jongens en meisjes van die leeftijd. En misschien nog steeds, net als iedereen. Dan kan ik me voorstellen dat je hebt van zo, wow, zij ziet er knap uit. Of moet je haar lippen zien, zo, die zijn mooi, dat zou ik ook wel willen. Dat kan ik me wel iets bij voorstellen, die leeftijd. Ja, maar dat snap ik ook wel. Dat vind ik ook wel logisch. Maar daarom zeg ik ook altijd op Insta dat ik mijn foto's gewoon fucking erg bewerk. Ja. En dat het helemaal volgespoten is. Ja. Ja. Dat niemand denkt van, oh, kijk eens even, zij heeft zulke lipjes van de moeder gekregen of zo. Want dat is niet waar. Nee, maar je ziet het ook wel dat je lippen opgespoten. Ja, dat wil ik ook. Want ik zeg ook spuit het nep. Als ik bij de dokter zit. Maar dat vind je mooi. Ja, ik wil niet dat het er natuurlijk uitziet. Tuurlijk niet. Dat vind ik echt zonde van mijn geld. Hoeveel kost dat eigenlijk? Zo'n Nou, laatst heb ik even een grote beurt gedaan. Dat was 1800 euro. Jezus. Dat is niet weinig. Wat is een grote beurt? Mijn kin, mijn kaak, mijn lippen, mijn neuslippenplooi, mijn traaggoot, mijn jukbeenderen, mijn voorhoofd, mijn botox in mijn kin. En botox wenkbrauwlift.
Maar en wat doet het dan? Waarom in je kin? Waarom in je kin? Nou, omdat soms als ik de M zeg, dan krijg ik hier stipjes. Ah, en dat wil je ook niet. Dus nu is het weg. Hm. Oké, dit heb ik echt nog nooit gehoord. Nee, hoor. Ik heb nooit gehoord. Dus, kijk, nu, het komt misschien wel een beetje terug. Zie je dat? Nee hoor, ik zie het niet. Oh ja, dan zit het nog vol met botox. En dat doe je om de 3 maanden dan? Ja. En iedere keer 1800 euro? Nee, normaal doe ik niet zoveel hoor. Maar ik dacht, ik was boos. En ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn kop verbouwen. Normaal doe ik dat niet allemaal. Normaal doe ik eigenlijk alleen mijn lippen. Jeetje. Ja, maar ik was kwaad. En dan spuit ik het vol. Oké. Okay. Ja. Ja. Of ik ga schoonmaken, of ik spuit mijn kop vol. Nou, vorige maand was het mijn hoofd. Ik zou gaan schoonmaken. Oh nee. Nee, je moet doen waar, ik zeg altijd, je moet doen waar je je prettig bij voelt en dergelijke. Ja, ik voel me er heel prettig bij. Ja. Ja. Hoe kijken jullie ouders naar jullie? Naar jullie het allemaal gedaan hebben, de botox, de televisieervaringen en dergelijke. Mijn moeder vond het eerst oerlelijk en die zei elke keer tegen mij niet doen. En nu heb ik haar ook meegenomen vorige keer. En wat heeft je moeder dan gedaan? Alles, en dat was ik. Oh nee joh. Ja hoor. En oké. Okay. En mijn zusje ook. Nee joh. Wat is je zusje? 21. 21. Ja. Jeetje, dus jullie hebben gewoon een abonnementje daar lopen? Ja. Jeetje. Lekker meidendagje. Ja. En van die televisieuitzendingen, Ex on the Beach, Temptation Island en dergelijke? Temptation Island vonden mijn ouders heel leuk, Ex on the Beach minder. Ja. Ah, in dat bad met Robin. Hou op. Dat is echt mijn favoriete scène. Zij, zeg maar, ze wilde geen seks op televisie. Dat was niet haar planning. Mm-hmm. Maar ja, als zij gaat drinken, dan heeft zij, zeg maar, niet meer echt een grens, zeg maar. Dan vindt ze alles leuk, is ze overal voor in. Dus okay. Nou, toen was ze met Robin naar de Love Mansion gestuurd. En nou ja, toen had ze daar dus seks gehad. Maar dat was dus, zeg maar, dan wordt er zo'n beginscène uitgezonden dat ze aan het zoenen zijn. En toen had hij haar zo tegen die muur geduwd. En toen zat ze op dat wasbakkie zo met die benen. Nou, ik kwam niet meer bij toen ik dat zag. En wat er dus ook is gebeurd, dat is dus niet uitgezonden, dat hebben ze niet gefilmd. Maar ze lag dus in bad. En op dat bad, omdat de love manager was, stonden dus allemaal van die kaarsjes. En toen is de haar in de fik gevlogen. Oh, heftig. Ja. En ik had het niet door, hè. Ik lig gewoon in dat bad en hij zegt, ja, zit in de brand. En hij duwt me gewoon op zo. De vlammen die kwamen van mijn achterhoofd. Oh, fout, man. Zo, dat stinkt ook. Ja, dat stond ja. En toen waren we dus afgekoeld in het bad, gingen we in op het bed daar gewoon nog eventjes praten en zo. En de wijn was op. En ik zie dus op dat nachtkastje, zag ik een fles staan. Ik dacht nog, ja, het ziet er wel een beetje raar uit, zo'n fles met roosblaadjes erin. Maar ik dacht, het zal wel, het was een vorm van een wijnfles. Ik denk, het zuip ik gewoon op. En ik zeg nog tegen hem, het smaakt wel een beetje naar shampoo. Het is best goor, maar we drinken het gewoon, ja? Ja. De volgende dag komt de productie dus helemaal in paniek. Heb je dat echt opgedronken? Dus ik zeg, ja, want allebei die flessen waren leeg. Was het gewoon decoratie maken? Nee. Toen zei ze, ja, we moeten echt goed in de gaten houden of je niks merkt en zo. Want als je iets voelt, dan moet je echt naar het ziekenhuis gaan. Oh. Dat mag je echt niet opdrinken. Twee flessen decoratiewater. Oh mijn god. Ja. Maar je ouders houden nog wel van je. Ja? Ja, nog wel. Ja. En je zusje ook. Ja, ook. Of vind je dit juist tof dat ze zo'n stoere zus heeft? Of een bekende zus? Oh nee, ze vindt me gewoon op zo'n debiel. Toen ik ook zei, ik mag meedoen en zo. Op Ex on the Beach zegt ze, keek ze me zo aan, zegt ze, en nou, denk je, ben je nou trots? Ze zegt, je moet je doodschamen als je mee mag doen aan zo'n programma. Ja. Ja, ze heeft eigenlijk wel gelijk. Ja. Ja, nou, weet je wat mijn vader dus tegen mij heeft gezegd? Ik had mezelf opgegeven voor Ex on the Beach. Zei ik, ja pap, ik heb mezelf opgegeven voor Ex on the Beach en zo. Dat vind ik leuk. Zo. Mijn vader van, nou, jij komt toch niet door de eerste ronde. Jij bent een zesje. Wow. Dat heeft mijn vader tegen mij gezegd. Wow. Maar weet je wat echt heel grappig is? Zij had dus seks gehad met zoveel mensen op dat eiland. Dus, en ik met eentje. En ik zei al, oh, ik ben zo zenuwachtig. Wat gaan mijn ouders zeggen en zo. En die worden echt boos. Toen zei ik tegen haar, ben jij niet bang om het tegen je vader te zeggen? Zegt ze, nee. Ik denk dat mijn vader juist heel trots op me is. Nee. Ja, maar niet per se trots om die seks, maar gewoon trots omdat ik gewoon mezelf ben geweest. Dus ik app haar daarna toen ik terug was in Nederland. Ik zei, en? Was je vader nog trots? Ze zegt, nee, hij werd een beetje boos. Ik snap het als niet. Yeah. Nee, mijn vader was niet boos omdat ik seks had gehad. Mijn vader was boos omdat ik van die opmerkingen maakte en dat vond hij ordinair. Gek. Ja, nee, dat is niet gek ook. Ik word gewoon een beetje stil.
Ik zit te denken aan mijn dochtertje. Ja. Als mijn dochtertje dit zou, ik zou er onterven, denk ik. Waarom? Omdat ik het niet fijn zou vinden dat mijn dochter zo gefilmd zou worden. Dat zou ik als vader zijn op dit moment niet fijn vinden. Nee. Maar ik vraag me dat dan af, hè. Als jouw dochter daar dus echt gelukkig van zou worden, zou jij haar dat dan niet gunnen? Stel, zij wil heel graag pornoactrice worden, omdat... Oh, wow, les! Nee, maar, ik vraag me zulke dingen altijd af. Nee, niet ander onderwerp. Nee, ik ben er echt benieuwd naar, want er zijn heel veel mannen die zeggen, ja, als mijn dochter zo zou worden, zou ik niet normaal vinden. Maar voor mijn zoon gaat precies hetzelfde. Ja, nee, maar dat is oké. Okay. Maar ik vraag me gewoon af, je zet een kind op de wereld omdat je kind gelukkig wil. Dan komen we weer terug bij die kinderen, bij dat filmpje. Ja. Ja, dat jij geen kinderen hebt. Nee, precies. Maar als je dan wel verkiest om kinderen te nemen, dan is het toch het allerbelangrijkste dat ze gelukkig worden en dat ze doen wat zij leuk vinden. Ja. En als dat dan porno is, ja, wie ben jij dan om te zeggen van ja, dan vind jij het vervelend als zij pornoactrice wordt, terwijl zij het leuk vindt. Maar wie ben jij dan? Want het is niet jouw leven. Nee, dat ben ik. Dus dan moet je toch bij jezelf gaan afvragen wat dat met jou te maken heeft. Om haar te beschermen tegen dingen die misschien waar ze later spijt van heeft. Dat is mijn taak als ouder, vind ik dat, om haar daar op dat moment, of hem daar op dat moment mee te beschermen. En ik denk dat het juiste is, op dat moment voor mij. Kijk, en later, misschien heb ik dan een verkeerde keuze gemaakt. Maar op dat moment denk ik dat het wijsheid is om dat niet te doen. Dat is wat ik denk, zeg maar. En, ja, maar als zij er nou heel zeker van is, stel ze is dadelijk 30. Doe ik dat? Ja, dat moet je niet doen. Ik zit daar heel scherp te kijken. Ik denk, je hebt die uitzending gestopt, joh. Nee, toch? Hij loopt nog. Inderdaad. Ik denk dat ik op dat moment de juiste keuze maak voor haar. En als zij later dat alsnog wil doen, dan heb ik er geen invloed meer op. Ja. Maar boven de 18 of boven de 21 met porno misschien. Ja, dan heb ik er weinig invloed op. Maar ik hoop haar zo bepaalde dingen mee te geven dat ze dat niet doet. Maar uiteindelijk heb ik er geen invloed op. Nee, precies. Nee. Ja, ik vind dat horen. Ik vind dat het bijzonder gewoon. Maar ik zie jou wegkijken. Het is bang dat die vraag ook aan hem gesteld wordt, denk ik. Nee, ik kan geen antwoord geven op deze vraag. Echt niet. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik denk Mark deelt mijn mening, denk ik. Gok ik. Ik geef geen antwoord op deze vraag. Nu ben ik dus heel benieuwd. Nee, Mark is... Ik ken hem. Die zou dat ook niet fijn vinden, laat ik het zo zeggen. Laat ik het netjes zo. Oké. Maar dat is wel een dingetje, zeg maar. Tenminste, want als je ouders het er niet mee eens waren, had je dan alsnog opgegeven, Ex on the Beach, had je gewoon gegaan? Denk ik uiteindelijk wel. Nee, het ligt eraan waarom ze het er niet mee eens zouden zijn. Ja, en dan ga je het gesprek met ze aan van, joh... Ja, kijk, ik zou wel zoiets hebben. Kijk, bijvoorbeeld een vriendinnetje van mij, haar vader heeft een eigen bedrijf. En haar vader zei toen ik meeging, van als jij dat maar nooit doet, want de klanten van mijn bedrijf kunnen dat niet. Kijk, dan vind ik, je hebt een goede reden. Mm-hmm. Maar ja, mijn vader heeft geen eigen bedrijf, dus hij kan geen klanten kwijtraken door wat ik doe, zeg maar. Mm-hmm, ja. Dus dan denk ik van ja, als mijn vader zegt, ja, maar ik vind het niet leuk als jij seks op hebt op televisie. Dan denk ik, ja, dat is licht aan jou. Dan moet je bij jezelf gaan kijken van, hoezo vind ik dat niet leuk? En dat heeft dan niks met mij te maken. Maar zijn jullie dan niet bang dat dit de rest van je leven gaat achtervolgen? Dit blijft tot de rest van je leven aan je plakken, toch? Ja, dat is precies toch de bedoeling ervan. Dat is wat jij wil eigenlijk dus? Ja hoor. Dat was bewust ingezet, bewust gedaan? Ja, ik heb er bewust wel over nagedacht van oké, met de intentie, dit gaat mij de rest van mijn leven achtervolgen. Daar heb ik wel over nagedacht. Ik heb wel gedacht van oké, wil ik politieagent worden, wil ik bij de overheid gaan werken? Nee, ja, dat wil ik allemaal niet. Nou, geen kinderwens, dus die hebben er ook geen last van. Toen dacht ik, nou, let's go. Ja. En ik hoop alleen maar dat over 40 jaar dat mensen me nog een gekke geile chick vinden en op mijn OnlyFans abonneren. Ja. Hoe oud ben je nu? 26. 26, oké. Okay. Ja. En geen kinderen? Nee. Nee, dat was duidelijk inderdaad. Ja, dat was heel duidelijk. Is jullie voor jou? Wat was je vraag ook weer? Ben je niet bang dat dit de rest van je leven achtervolgt, zeg maar? Nee, eigenlijk niet. Want kijk, mensen die onthouden maar sommige dingen. En heel veel mensen zijn het van mij nu al vergeten. Want ik heb niet zo... Ik heb maar één iemand heb ik dat meegedaan op tv. Mm-hmm. En dat onthouden ze niet echt heel erg bij mij of zo. Ze praten altijd meer over andere dingen. Hey, maar ook je foto's die je verkoopt, zeg maar. Oh nee hoor. Nee, die foto's zijn echt mooi. Mag. Dat mag gewoon. Ja, mag. Daar heb je geen moeite mee. Nee, helemaal niet. Wil jij ooit moeder worden? Ja. Zou je toch wel... Ja, dat wil ik wel. Cool. Nu alleen nog een geschikte gozer ervan vinden. Ja, nou, misschien wil ik het toch niet inderdaad. Want dan zit ik ook heel mijn leven als een zwans vast. Ga je toch gewoon naar zaaddonor? Gadver. Mm. Hoezo gadver? Dan kan je nog uitkiezen welke kleur haar alles. Nee, dat zit ik niet. Oh.
Je wilt uit liefde. Je zit heel erg met de toekomst, met een toekomst, hè? Nou ja, ik zit erna te denken inderdaad over jullie toekomst. Of je daar dan goed genoeg bij stilstaan. En, maar ik denk dat niemand goed genoeg stilstaat bij zijn toekomst. Als jij iemand hebt die universiteit heeft gestudeerd en die gaat studeren voor arts. Misschien vindt diegene als die 40 is dat ook niet meer leuk. Ja, heeft die dan goed nagedacht over de toekomst? Nee, maar daar zijn geen bepaalde beelden van of foto's van of je zegt. Dat, nou, nee, maar daar bouw je misschien wel een bepaald... Voor. Ja, en je bouwt daar misschien wel een bepaald trauma mee op. Want als jij als kind besluit dat je heel graag arts wil worden, nou, je, of chirurg, weet ik veel, je hebt helemaal afgestudeerd, je gaat de eerste de patiënt opereren, diegene gaat dood omdat je een foutje hebt gemaakt, zit je hele leven zit je met een trauma. Nou ja, dan heb je een lekkere toekomst. Kan je ook een verkeerde keuze gemaakt hebben. Kan met alles. Vind je het vervelend als ik die vraag stel? Nee, helemaal niet. Nee hoor. Nee? Is die vraag jullie al vaker gesteld? Ja, heel vaak. Ja. Heel vaak. Ja. Dus eigenlijk had ik die vraag niet moeten stellen. Nee, ja, maar kijk, ik vind het wel goed om het daarover te hebben hoor. Omdat mensen gaan er altijd van uit dat wij dom zijn en zomaar wat hebben gedaan. Maar ja, en kijk, er zijn er hoor bij X on the Beach die gewoon denken van oké, ik spring in het diep en ik zie wel. Mm-hmm. Maar ja, Shirley en ik zijn allebei best wel types. Wij weten wat we hebben gedaan, wat we doen. We staan daar 100% achter, omdat we daarover nagedacht hebben. Je zit er bewust in eigenlijk. Ja, we weten de consequenties. Ja. Dus dan denk ik van ja, dan is het oké. Dat is gewoon goed. Ja, kijk, als ik zou zeggen van, oh, ik heb foto's op internet gezet. En iemand zou zeggen tegen mij, die foto's blijven de hele leven erop staan. En ik zou zeggen van, oh, echt? Gaat het nooit meer weg? Dan zou ik denken van, oké, dom, heb je er niet over nagedacht. Maar ja, ik weet gewoon hoe het werkt. Ja. Je ziet aan Ben dat hij met zijn eigen waarden en normen zit. Hoe bedoel je? Ik zou het zelf niet doen, weet je, maar dat ben ik het persoon ook niet naar. Weet je, en ik probeer nu een soort van achter te komen waarom jullie dat dus wel doen en wat bij je past. Kijk, ik ken jullie niet goed genoeg. Mm-hmm. Ik vind wel dat we ook van tevoren een leuk gesprek, een heel open gesprek met elkaar hadden. Ja. En ik respecteer jullie mening ook. Ik zet jullie absoluut niet weg als dom, tenminste, dat is niet... Nee, intentie. Helemaal niet, dat zei ik ook niet. Alleen het oceaanverhaal. Oké, dat was niet zo slim. Dat was niet zo slim. Maar ik ben gewoon, ja, mijn eigen ding, ik zou dat zelf niet zo snel doen. Dus ik ben een beetje op zoek naar waarom jullie dat dan wel doen en of jullie er goed genoeg over nadenken. Dat vind ik gewoon fijn en belangrijk om eventjes te horen eigenlijk. Dat is dat doen we wel hoor. Ja. Ja. Toch? Ja. Mooi. Je moet even. Je bent niet overtuigend. Nee, kijk, luister, ik ben. Je mag het gewoon zeggen, hè? Ik probeer de juiste woorden te vinden, want ik moet ook nadenken. Maar dit. Over. Ik heb hier echt geen mening over. Als alles wat jullie dat kan doen. Niet. Nee, ik meen het serieus. En dat, om het uit te leggen, wat jullie doen is wat jullie doen. Ja. En weet je, als je daar achter staat, moet je het vooral doen, all power to you. Snap je? En ik heb daar helemaal. Ik vind dat ik daar helemaal niks van moet vinden. Nee, precies. Snap je? En dat, maar dan kom je dus weer met het hele, heb ik vaak met jou over de vrouwenemancipatie ding. Wie ben ik als man zijnde om daar wat van te vinden? Ik vind er oprecht niks van. Ja. Snap je? Ja, of je kan ook zeggen, ik vind dat van en ik hou een mening voor mezelf. Dat kan natuurlijk nee, ook. Ik vind er niks van. Ik vind er oprecht niks van. Weet je, en ik zal ook waarschijnlijk dingen doen die of in het leven staan waar andere mensen niet mee eens zijn. Ja. Snap je? Maar dat hoort. Ja. Zeker. Maar dan zou ik het ook heel erg waarderen als diegene naar me zou kijken van oké, jij bent Marvin en jij doet wat je doet. Ja. Snap je? Ja. En zij doen wat zij doen. En daarom wilde ik geen antwoord geven over mijn dochter ding. Want dan ga ik mijn waarden en normen ga ik dan uitleggen aan jullie. En het is totaal niet relevant. Snap je? Nee, maar misschien wel interessant. Voor bepaalde mensen. Zeker, ja. Zeker. En dat vind ik het mooie ervan. Dus, weet je, iedereen heeft andere normen en waarden, zeg maar. En die van jullie zijn zo, die van mij zijn zo, die van jou zijn weer anders. Dat weet ik niet. Maar dat vind het wel mooi. En ik vind het goed dat we dat met elkaar bespreken, toch? Uh-huh. Ja. En dat is ook, denk ik, leuk als je hiernaar luistert. Dat je dan inderdaad opvat van, oké, hun hebben er wel bewust over nagedacht. Hun zetten zich op deze manier niet. En daar zijn ze zich van bewust van. Geef even 4 minuten verlenging, want nu ben ik wel even scherp. Want het ding is, dus als zij doen wat ze doen. Ik heb het programma echt niet gezien. Maar als zij doen wat zij doen in die programma's. Mm-hmm. Wat voor effect zou het hebben op een meisje van 14, 15 jaar dat kijkt? Denk je echt dat een meisje van 14 jaar daadwerkelijk door haar acties daardoor beïnvloed raakt? Kan raken. Ja, dat is echt dat zo. Ja, is dat echt zo? Dat is crazy. Ja. Dat is gek. Want dat is hetzelfde verhaal. Um, ik,
ik ben echt zwaar hip-hop fan en ik luister al sinds ik kan herinneren naar hip-hop muziek. En hip-hop muziek gaat vaak gepaard met geweld, gang-related dingen, noem het maar op. Ik heb nog nooit een vuurwapen op zak gehad. Weet je? En als, ja. Daar is wel de mening over ontstaan van dat die rappers vrouwenvriendelijk zijn en dat het gepaard gaat met geweld en dat het de luisteraars kan beïnvloeden. Maar alsnog had ik een eigen keuze, toch? Met heel veel andere mensen in deze wereld. Ik vind dus ook dat iedereen inderdaad een eigen keuze heeft. Alleen het ding is dus wel dat niet iedereen die zo in elkaar zit, zeg maar. Ja, er maar zijn dan heel veel inderdaad meisjes van 14 die niet weten wie ze zijn. Die zijn heel erg op zoek en die gaan dan, ja, of Shirley of mij of wie dan ook gebruiken om dan ons na te doen, zodat ze een eigen persoonlijkheid hebben, zeg maar. Maar het gaat echt wel om de kleinste dingen, want als je een lipgloss op hebt of zo, dan krijg ik al 20 DM's. Oh, wat voor lipgloss is dat? Ja. Alles willen ze weten wat je hebt en dan willen ze precies hetzelfde doen. Ja. En dat is natuurlijk van nu. Kijk, toen wij jonger waren, toen had je nog geen internet en smartphones. En nu zijn jullie natuurlijk zo benaderbaar. En dankzij dat jullie zo benaderbaar zijn, zitten jullie ook hier. Dus dat is ook weer positief. Maar ze kunnen zo een berichtje sturen. Ze kunnen zo dingen vragen. Maar Bart en Marijn is dus, maken die kinderen alsnog hun eigen keuzes, toch? Uiteindelijk wel, jawel. Maar als je terugkijkt, als je in die fase zit van twijfel, onzekerheid en wat dan ook, dan kan je een van hen bijvoorbeeld als rolmodel nemen. Net als ons als rolmodel. Of als je van voetbal houdt, dat je, Jiménez van Feyenoord in de spits een fantastische voetballer vindt. Dat is... Maar daarentegen kan je er ook weer wat van zeggen, van dat een kind van 14 jaar de keuze, natuurlijk, kinderen zoeken hun eigen rol met hen, toch? Ja. Maar met zulke, nou, ik ga nu onzin uitkamen, want ik wilde bijna zeggen van waarom benaderen ze hun ouders niet, maar ik zou mijn ouders ook niet benaderen op zo'n leeftijd. Nee, ja, precies. Dan ga je dingen, en vooral als wat ik toen het terugkrijg van kinderen ook, als ze heel veel dingen juist, als ze het gaan verbieden, dan gaan ze het juist doen. Ja. Dan gaan ze het juist opzoeken en juist doen. En dan kan je een legio aan voorbeelden geven. Dat hoeft nu niet. Maar dat is wat ik dan terugkrijg van die kids. Mm-hmm. Beetje mijn referentiekader altijd. Dus daarom is het denk ik belangrijk dat ouders zoveel mogelijk aan eigen waardennormen in soort van in een software plaatsen. En dat zo soort hoop ik dat het in een hardware blijft zitten. Zodat ze later de keuzes maken die wij willen zien. Nou ja, wel overwogen keuzes. Dat is dat ze goed bij nadenken van, hé, wat zijn ze... En gaan wel overwogen keuzes. En ik zit toch tussen jullie middenin, want het is inderdaad wat zij zegt. Wel overwogen keuzes en ook graag de keuzes die ik wil zien. Want dat is eigenlijk toch het doel van opvoeden. Wij duwen ze een bepaalde richting op van hoe wij ze willen zien. En hopelijk doen zij later wat wij in gedachten hadden. Snap je? Ja. Maar dan zit je dan op het stukje van dat je een beleefdheidsvorm, dat ze bijvoorbeeld u zeggen, of heb je het over het stukje van dat ze later een bepaalde beroep moet gaan doen? Nee, ik heb het niet over beroep, maar wel gewoon hoe je in het leven gaat staan later, toch? Ja. En dat het gaat verder dan u zeggen, maar gewoon puur hoe ze in het leven staan en hoe ze naar het leven kijken qua waarden en normen. Ja, eens, dat proberen wij ze mee te geven. Shirley misschien ook. Ooit dat je dat een keer gaat meegeven aan je kids natuurlijk. Ja, dat is wel de bedoeling. En uiteindelijk is het dan hun om daarmee te kijken, wat ga ik daarmee doen? Ja. Had je goede band met je vader? Heb je goede band met je vader? Ik heb. Jullie beiden? Oh, ja, hoor. Ja, okay, nice. Jij hebt het over je vader en je moeder, jij hebt het alleen over je vader. Les. Ja, mijn moeder leeft niet meer. Oh. Ja. Oké. Okay. Dat is niet erg. Dat is juist wel erg, maar... Hoe lang geleden? Bijna 6 jaar. 6 jaar ongeveer, dus eigenlijk wat was ze geworden? 54, ik weet het niet helemaal zeker hoor, maar... Wel mooie herinneringen, toch? Ja, sowieso. Zeker. Ik heb altijd gewoon een goede band met haar gehad. Mm-hmm. En gewoon de thuissituatie was altijd leuk. Dus gelukkig wel mooie herinneringen aan overgehouden. En je pa is nu gelukkig? Ja, die heeft een nieuwe vrouw gevonden. Dus die is getrouwd, die woont samen, die is helemaal happy. Gaat 4 keer per jaar op vakantie, geloof ik. Dus dat is wel fijn. Ja, het is een gegund. Ja, zeker. Bergzoek, toch? Was het Bergzoek, toch? Ja, klopt. We hebben toch nog serieus gepraat. Ja, dat kunnen we ook wel. Ja, tuurlijk. We zijn al, ik wil zeggen, over tijd. Nou is het bij ons niet erg als we over tijd zijn. Nou, bij ons wel. Bij mij al helemaal. Deze was te makkelijk. Dames, ik wil jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Shirley heeft het laatste woord. Ja, Shirley heeft sowieso het allerlaatste woord. Wat leuk. Nou, wederom, ik vond het oprecht interessant. Dank dat jullie er waren. Marv, super nice dat jij er natuurlijk was. Yes, sir.
Ik heb hem genoteerd, hè. Seksuele voorlichting bij ons op school. Dus ja hoor. Daar kom ik nog op terug. Dat vind ik wel tof. Ja, vind ik echt heel leuk. Ja. Ik weet alleen niet of jullie dan of een bus al kunnen regelen. Nee, ik kom gewoon met de auto. Dat is geen probleem. Dat lukt wel. Misschien kunnen we een vlaggetje erop plakken. Ja, dat is leuk. Ja, vlaggetjes. Ja. Wat voor vlaggetjes dan? Nou, gewoon de Shirley en Leslie vlaggetjes. Ja, dat maken we dan. Op stokjes. Ja, dat zou wel grappig zijn. Ja, dat is toch gewoon. Kunnen we zo aankomen rijden. Ja. Toet, toet, op het schoolplein. Ja hoor. Ik zie ons gaan. Ook nog zo'n fanfare regelen, dat niet? Nou, dat zou wel leuk zijn. Kan hoor. Nou, ik zou jullie zeggen, als jullie bij ons in de aula zitten, zouden jullie een hoop aandacht trekken. Dat is niet normaal. Dan willen ze me allemaal met jullie op de foto en dergelijke. Oh, maar dat maakt. Maar niet in de ochtend, hè? Wel iets later. Ja. Ja, na 12 uur dan. Ja, graag. Ja, dat is top. Na de middag. Moeten jullie wel nuchter zijn? Ik ben altijd nuchter. Tuurlijk niet. Oké, nogmaals, dank dames. Dat is heel tof. Shirley, ik hou jouw microfoon ook open. Oh, nee, toch open. Niet? Ja, 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 ja. En ik ga jou het laatste woord geven. Als het goed is, hoor je nu heel zomaar langs met een concert tune. Hoor je? Ja. Ja. En moet ik nou gaan praten? Jij mag iets leuks benoemen. Okay. Dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. En het laatste woord is aan Shirley. Nou, hartstikke leuk dat jullie allemaal hebben geluisterd naar deze zeer interessante podcast. Ik heb er hartstikke veel van geleerd. Ik vond het hartstikke gezellig. En volgende week op de